Boschutter, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 24. En dat is van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni. Dan een kaart schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de boogschutter alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf na moet denken over bepaalde zaken. Je wil nadenken over waar je staat. Je wil nadenken over wat je moet gaan doen. En ik heb het idee dat je daarin voor jezelf misschien zelfs wel eens een klein beetje te hard kan zijn. Neem dus vooral wel die tijd. Maar kijk ook gewoon waar je vandaan komt, wat je nodig hebt. En dat er wel eens een keertje iets anders loopt, dat geeft eigenlijk helemaal niks. En ik heb het idee dat op het moment dat je er op die manier naar gaat kijken, dus wat liever voor jezelf bent en ook echt denkt van, maar dit geeft me bijvoorbeeld wel weer de kans om ergens naartoe te gaan of om iets dingen anders te doen. Dan heb ik het idee dat je eigenlijk ineens weer vol enthousiasme voelt en weer verder kan gaan. En je lijkt je dus echt even het gevoel aan jezelf te geven vooral dat je het niet goed gedaan hebt. Of dat je echt niet tevreden bent met de situatie en dat je daar het gevoel hebt dat je er niet veel aan kunt doen. Maar zodra je het heft in eigen handen neemt, zul je merken dat er eigenlijk heel wat aan te doen is. En dat je heel goed je eigen richting kan bepalen. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.